Oma, heeft u ooit theaterles gehad? Nee, nooit. Nog nooit. Dit zijn allemaal kaartjes, die heb ik samen met Jeroen Kooijman ontwikkeld. En dat zijn voor dramalessen te geven. En aan de hand van deze kaartjes ga ik oma leren hoe je op 14 manieren je stem kan inzetten. Hoeveel? 14. Dan had ik het goed verstaan, ja. Ja, alsjeblieft, dit is uw kaartje. Ja. En de allereerste manier, laag. Dus je stem omlaag doen. Is dit omlaag doen, je stem? Oh, dat is heel laag. Ik ben verliefd op de gymdocent. Kijk, dat gaat helemaal goed. Tweede manier is je stem omhoog doen. We worden aangevallen door een witte konijnen. Ik ben verliefd op de gymdocent. Ja, derde manier is heel hard. En wat is heel belangrijk als je heel hard praat, is je buikspieren gebruiken. Ja, oma. Ik ben verliefd op de gymdocent. Goed zo. De volgende, heel zacht. Dat betekent dat je hardop moet fluisteren. Ik ben verliefd op de gymdocent. Goed zo. Ander kaartje. De vijfde manier is als je het heel langzaam doet. Ik ben op jouw cavia gaan staan. Yes! Oké, volgende kaartje. Heel snel uitspreken. Dat is de zesde manier van je stem inzetten. Ik heb je kuikentje gevonden en ik dacht dat het kipdikkerd was. Kijk eens! Dit was de categorie makkelijk. Maar nu gaan we naar categorie gemiddeld. Kijk eens, alsjeblieft een nieuw kaartje. Het is een hele leuke kaartje. Door de neus. Kun je helpen door je neus even dicht te houden? En door je neus te praten. Ik heb je telefoon in de beeldtoten gedaan. Goed zo! Gaat hartstikke goed, oma. Ja. En de volgende is met de kiezen op elkaar. Tijdens dat je praat, zet je je kiezen op elkaar. En dan klinkt je meestal een beetje Duits. Ik heb met je moeder gezoend. Ik heb je telefoon in de broodrooster gedaan. Een beetje agressief. De negende manier, alstublieft, nieuw kaartje, met heel veel lucht. Dan klink je een beetje als een zweefteef. Ik heb je ingeschreven voor een frikant. Voor een frikandelle eetwedstrijd. En dan doe je ook nog je handen erbij. Dan kom je meteen heel erg zweverig over. Ik ga praten. Ja, heel goed. Met heel veel lucht. Kijk, manier 10. En manier 10 is wanneer je extreem articuleert. Dan lijk ik een beetje op een kleuterjuf. Dus ik maak mijn ogen ook heel erg groot. Beetje Chantal Jansen-achtig. En heel extreem alle woorden goed uitspreken. Ik ben kaal aan het worden. Wij gaan op vakantie en jij mag niet mee. Zo. Zo. Heel blij met een hele grote lach. We gaan op vakantie en jij mag niet mee. Ah, oh, kijk nou deze. Oké. Okay. Manier nummer 11. En dat betekent dat je zo praat. En als je zo praat, dan doe je meestal een ouder iemand na. Dus eigenlijk moet het helemaal lukken. Ik ben verliefd op jou. De geboren talent. Het is fantastisch. Stem nummer 12. En dat is met een slappe tong en een slappe kaak. Dan laat je hangen, een kaak laat je hangen. Ja, en dan speel je meestal een dronken iemand. Je oma ligt in het ziekenhuis. En van mij hoor. Kijk. Ben ik maar een dronken. Nou, kijk. Nee, maar u bent heel goed. We gaan nu naar categorie moeilijk. Bent u er klaar voor? Ja, helemaal. De eerste van categorie moeilijk is met een accent of een dialect. Een beetje zo praten is een beetje met een accent of een dialect. Ja, ik kan geen. Begrijp het wel. Ja, je hebt 1 miljoen gewonnen. Nou, wel leuk. Ik zeg het verkeerd. Je hebt 1 miljoen euro verwonnen. Er zit geen G in. Oh, gewonnen? Gewonnen is maar de G, oma. Je hebt 1 miljoen euro gewonnen. De allerlaagste stem is bekakt. Bekakt is een beetje als je met een aardappel in de keel praat. Ik heb gezien wat je hebt gedaan. Ja! Jawel, natuurlijk wel. Natuurlijk kan ik dat wel, meisje. Nou, wat fijn. Yeah. Wat goed om te horen. Dit was de eerste theaterles. Oma, wat vond u ervan? Ik vond het ongelooflijk interessant.
en leerzaam. Ze moeten thuis ook een nadoen, toch? Ook ja, thuis goed oefenen. Lieve mensen, die kijken, jullie moeten thuis goed oefenen. Precies.